Koning Albert I, een jaar geleden op bezoek in Berlijn. De oorlog lijkt onvermijdelijk geworden. Begin augustus 1914 komt het ultimatum. België moet het Duitse leger op zijn tocht naar Frankrijk laten passeren. De regering en de koning steken de koppen bijeen. Het antwoord op de Duitse eis is nee. Het plan van de Duitse stafchef von Schlieffen ligt al 8 jaar klaar. Maar de Belgen zullen hun neutraliteit en hun eer met hand en tand en vele duizenden vrijwilligers verdedigen. De inval is een veiligheidsmaatregel, zeggen de Duitsers, tegen Franse aanvalsplannen. 4 augustus om 9 uur 's morgens steken de Duitsers de grens over. Ze trekken door het land van Herve naar Luik, de sterkst verdedigde stad van Europa. De tegenstand van de Luikse forten was harder dan verwacht. De Duitsers reageren met wraakacties tegen de bevolking. 5.500 burgers vallen onder de Duitse furie. De Belgen slaan massaal op de vlucht, eerst in België, dan naar het buitenland. En ons dappere leger trekt zich tot het eind van de oorlog achter de IJzer terug.